Vanaf op de laatste bocht en daar komt dan kop de versnelling van Monaco Royal Event. Uitgegaan op nummer 8 onderregelmatig. Nummer 8 onderregelmatig. En deze paarden komt aan de buitenzijde de aanval van Daisy van Kamstra. Helemaal aan de buitenzijde Iris of Blue. En zo komen de paarden dan in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde Monaco Royal Event. En die heeft dan nog het heft in handen. Diamond Twix op de tweede plaats. Daisy van Kamstra komt aan de buitenzijde. Het is nog even hard werken voor Danny Brouwer. Voor die oh zo belangrijke overwinning. Maar hij pakt hem wel hoor. Het is hier Monaco Royal Event die het wint. Op de tweede plaats Diamond Twix. Derde wordt Daisy van Kamstra. Vierde Iris of Blue. Ja, de winnaar mag. 1-17-9. Monaco Royal Event wint dus met Danny Brouwer vandaag zijn laatste dag dat hij als leerling actief is. En doet dat direct goed, wint hier. Krijgt uiteraard de zoenen en de bloemen. Maken we eerst even een mooie foto van deze rustig staande Monaco Royal Event. Een driejarige zoon van Classic Grand Cru uit Miss Inspiration, gefokt in Zweden. Eigenlijk inmiddels van Stal PD. En Peter Delis en zijn vrienden zullen blij zijn met deze zegen. Danny, mooie zegen, maar het ging af en toe toch wel een beetje lastig. Althans, Diolapé kwam ernaast en toen leek het eventjes alsof je moest capituleren. Ja, hij is gewoon enorm lui. Als er een paard naast komt, dan hij speelt gewoon met de rest. Hij laat hem er niet voorbij. Het is, ja, hij doet het makkelijk af zo. Allemaal om leerlingkampioen te worden 2016. Eerst gaan we alvast een applaus voor hem geven, want hij wint hier de Horecaprijs. Meter nog. Vijftig meter. Start. Paarden onderweg en de favoriet gaat proberen de leiding te nemen. Galoppade voor Irust of Blue, dan vervalt de head-to-head. En op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Diamond Twix. Daarachter is het dan aan de binnenzijde. Goed gestart vandaag Fernando Meadow. En achter Fernando Meadow komt aan de buitenzijde Diolapé naar voren. Diolapé wordt de gangmaker voor Daisy van Kamstra met Mark Verhulst. Die krijgt op die manier een mooie positie in het veld. En aan de binnenzijde ligt daar Luitenvries. Oeh, die komt daar in de moeilijkheden met zijn paard. Maakt een galoppade en verliest daardoor het nodige terrein. Bando daarvan moet er omheen sturen. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. En dat geldt ook voor Iris of Blue. En die hadden daardoor een beetje duur uitkomen van de bocht. En we zien daarachter ook Fernando Meadow in de fout. Galop nummer 1. En dat reduceert het veld aanzienlijk als we zo dadelijk langs de rechter gaan met nog één volledige ronde voor de boeg. Met aankop van het veld die Monaco Royal Event. Aan de buitenzijde daarnaast dan Diolapé. Aan de binnenzijde volgt Diamond Twix. En die Diamond Twix wordt op een lengte gevolgd door Daisy van Kamstra. Daarachter Iris of Blue, de head-to-head is weer on. En daarachter volgt dan Bando daarvan. En zo gaan de paarden voor de laatste maal op weg naar de overzijde van de baan. En daar mag Danny Brouwer het tempo aardig naar zijn hand zetten, hoewel er nu toch een serieuze aanval komt in het tweede spoor van Diolapé. Monaco Royal Event, Diolapé aan de buitenzijde, dat is op dit moment de tweestrijd, waarbij aan de binnenzijde Monaco Royal Event de leiding weer herneemt. Daarachter als een sluipmoordenaar in de wachtkamer, Mark Verhulst, achter zijn Daisy van Kamstra. En die wordt aan de binnenzijde geflankeerd door het nummer 2 van Diamond Twix in handen van Dennis Minema. En aansluiting is er daarachter ook nog voor John Dekker. En hij is actief met Iris of Blue. Bando daarvan, die valt een paar lengte terug. We gaan af op de laatste bocht en daar komt dan kop de versnelling van Monaco Royal Event. Uitgeschakeld nummer 8 onderregelmatig. Nummer 8 onderregelmatig. En achter deze paarden komt aan de buitenzijde de aanval van Daisy van Kamstra. Helemaal aan de buitenzijde Iris of Blue. En zo komen de paarden dan in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde Monaco Royal Event. En die heeft dan nog het heft in handen. Diamond Twix op de tweede plaats. Daisy van Kamstra komt aan de buitenzijde. Het is nog even hard werken voor Danny Brouwer. Voor die oh zo belangrijke overwinning. Maar hij pakt hem wel hoor. Het is hier Monaco Royal Event die het wint. Op de tweede plaats Diamond Twix. Derde wordt Daisy van Kamstra. Vierde Iris of Blue.